hou je niet allemaal bezig met dingen waar je de hele dag mee bezig bent. Dit is iets bijzonders. Doe iets goeds voor de kinderen. Ik ben Lenny Vries. Ja, en wat heeft u bij zich? Dit is mijn leven natuurlijk. Dan, hè. Dat is mijn heiligdom. Natuurlijk, want dit is het enigste in de wereld. Hè? Want hiermee kom ik naar de mensen toe en niet andersom. Dus hè, dat de mensen naar mij toe komen. Nee, ik kom in een woongebied. Hè? Mm-hmm. U lacht eerst dichter bij de mensen. Ja, want dat is altijd de bedoeling. Om dicht bij het centrum, zo ja. dicht mogelijk dus, ja. Hè, ja. Te komen. Dus, hè, en dat hebben we dus. Dus vandaar dat we dan wel komen dan, hè, als we dat zo dicht mogelijk. U lag eerst dichter bij de stad. Ja, precies. Was u daar zomaar gaan liggen? Nee, want we hadden dus gereserveerd en dan mochten we daar komen. Maar u lag dus eerst daar en daar had u toestemming voor? Ja, precies. Ja. Ja, van wie had u maar toestemming gekregen? Maar dat is mondeling, dat is van de gemeente, van de havendienst. Maar waarschijnlijk toen we daar kwamen en de krant en de mensen dus in de kranten gelezen hebben, de autoriteiten. Ja. En dat zijn bepaalde mensen die dan gedacht hebben van hey, dat is foute boel, zeker in coronatijd of zo. Hè. Ja. Waarschijnlijk, ik weet het niet hoor. Want, maar dat is op zich gek, dat u eerst toestemming krijgt. Ja, maar ja. En dan weer weg moet. Ja, maar ja, men werkt langs elkaar heen. Hè. Het is geen goede zaak, dus hè, zet ze maar achteraan daar zo bij die dingen. In de havengebied. Wanneer bent u open? Vanaf 11 uur tot 18 uur. Okay. De hele week door dan. Hè. De hele week door. En tot wanneer ligt u hier nu? Nou, tot wanneer, het is helemaal niet zeker, want we hadden ook ons, we mochten oorspronkelijk, hadden dus gevraagd voor 2 maanden. Ja. Maar ja, ze hebben ook gezegd van en je mag ook niet langer dan drie weken dus liggen. Dus dat was ook een domper. Als ze dat geweten hadden, voor die korte tijd, want we moeten zoveel werk doen, waren we dus niet gekomen hoe graag we dus hier ook willen liggen. Want we hebben stroom van de buren daar zo bij Smink. Echt wel een pluim. Aan het bedrijf Smink dus. Hè? Want we dus echt zo geholpen, de medewerking en zo. Maar ja, u ziet het is hier dringen in de haven, dus u kunt niet langer dan 3 weken. Het is volle bak. Ja, het is volle bak. Ja. Ik vind het maar heel vreemd. En zo. En want we moeten met een hele ploeg moeten we komen. Dus. Ja. Want ik u zelf moet een schipper inhuren. Ja, precies. Dus ik heb geen, want ik zelf vaart zelf niet hoor. Nee. Ik moet je hebt een ploeg om dat allemaal te doen en zo. Ja. En je moet alles in de torens afbouwen en zo. Dus het is een enorm werk. Het is geen gewoon schip natuurlijk dan. Hè? Dus als de wethouder nu zegt, ja, dit is eigenlijk te zot. U mag langer blijven liggen, gaat u dat dan doen? Graag. Kijk. Graag, want bij ons is het wel, want ik ben 70 en die vrouw is 73, we zijn wel fit, maar onze krachten kunnen we beter gebruiken. Dus. Ja. Meneer, wat vindt u ervan, zo'n schip? Fantastisch en ongelooflijk dat gemeente Amersfoort zoiets wegschuift in een hoekje waar niemand het kan vinden bijna. Ja. En er is helemaal geen vrachtverkeer hierover van boten. Ja, en iets moois voor de kinderen, Amersfoort, denk eens na, wat zijn jullie aan het doen? Ja, ik snap het echt wat niet. Zou u doen? Ik zou zeggen, lekker bij de brandweerkazerne en niet 3 weken, maar 3 maanden. Kijk. Dus, maar u bent geen havenmeester, denk ik? Ik ben geen havenmeester, nee. Ook geen politicus? Maar ik heb 4 kleinkinderen en ik snap best, die kinderen vinden het fantastisch. Ja. En er is al zo weinig met de coronatijd, dus doe eens iets goeds, Amersfoort.